Sander van der Weer, de exploitant van recreatiepark De Groene Heuvels in Ewijk, houdt vast aan zijn plan om alleen nog maar vakantiehuisjes te verhuren aan arbeidsmigranten. De exploitant wil dit voor 3 jaar doen om ze vervolgens weer te verhuren als vakantiewoningen. De gemeente Beuningen ziet niets in dit plan en wil dat het gewoon een recreatiepark blijft. Maar een meerderheid van de huisjeseigenaren staat achter het plan van Van der Weerde. Daarom vindt hij dat hij niets anders kan doen dan verhuren aan arbeidsmigranten. Op dit moment worden er al 40 tot 50 huisjes verhuurd aan Poolse arbeiders. De ideale situatie is volgens de exploitant een samenwerking tussen de gemeente en de uitbater met een gezamenlijke visie. Vooralsnog lijkt dit op korte termijn niet mogelijk te zijn.